Wat is het heerlijk weer. Maar lang chillen op mijn loungebank buiten gaat hem niet worden. Er is werk aan de winkel in de tuin. Alles staat weer in bloei en we naderen de tijd van oogsten steeds meer. Misschien kun je al wel wat oogsten. Zo oogste ik laatst mijn radijsjes en wat aardbeien. Wat blijft het toch genieten om al dat lekkers uit eigen tuin te kunnen plukken. Wat valt er naast oogsten verder te doen in deze warme maand? Wat dacht je van onkruid verwijderen? Hier en daar wat onkruid vind ik echt niet erg. Maar wil je dat je groentes goed groeien, dan zul je toch wat onkruid moeten verwijderen, zodat de wortels van de groenteplanten voldoende ruimte hebben om te groeien. Ook kun je in juni je kruiden wat terugsnoeien. Ik heb in mijn achtertuin bijvoorbeeld een flinke bos bloeiende salie staan. De bloemen daarvan zijn bijna uitgebloeid. Nu genieten nog heel veel bijen en hommels van de bloemen. Maar zodra de bloemen zijn uitgebloeid, gaat de schade erin. Zo blijft de struik compact. Het is voldoende om alleen de bloemen en bloemstengels weg te knippen. Daarnaast kun je nieuwe gewassen gaan zaaien, zoals pluksla, maar bijvoorbeeld ook bonen. Daarnaast zijn er nog veel meer zaaiopties in deze maand. Wist je dat het tijdschrift Stadstuinieren daar altijd een uitgebreid overzicht van deelt? Tot slot tijdens deze warme dagen niet een heel onbelangrijke, namelijk water geven. Net als mensen hebben planten voldoende water nodig om te overleven en te groeien. Elke dag een klein beetje gieten is tijdens een warme periode niet voldoende. Het water bereikt dan nooit de belangrijke dieper gelegen wortels. Het is dus beter om eens per week flink veel water te geven. Doe dit bij voorkeur vroeg in de ochtend of in de avond, zodat het water niet verdampt door de warme zon, maar de kans krijgt om goed de grond in te trekken. Bij extreem droge periodes zoals nu is het aan te raden om dit om de dag zeker wel te doen. Genoeg te doen dus! Welke klusjes ga jij deze maand allemaal doen in de tuin?